Fred. Ja, goedemorgen, man. Ja, goedemorgen. Oh, je bent wakker? Nou ja, ik zeg nog, ik loop al. En niet vanaf de start, maar gewoon stiekem nog ook iets tevoren ben ik begonnen. En Giel, het eerlijk gezegd, ik had gisteren echt een scheiddag. Ik zat er echt doorheen. Ik voelde me als een soort circus aap die zweetslagen kreeg. Omdat hij zijn kunsten niet goed genoeg deed. En ik had het ook het idee, ik heb gisteren dan de sms terug zitten lezen van de luisteraars. En er zat ook allemaal tussen van, ja, wat een zeikert en wat een mietje. En waarom spendeer je zoveel aandacht aan hem, Giel, want hij loopt toch niet. En, ik heb toch sterk de behoefte om nog even kort uit te leggen dat ik erop geselecteerd ben dat ik het niet ga halen. Ja. Dat mensen die mijn verhaal kennen allemaal zeggen, joh, kap er nou mee, want het is niet te doen. Maar ik loop toch weer, Giel. Gisteren heb ik een kutdag gehad, toen heb ik geprobeerd om de boel te saboteren. Nou, lopen. Je strompelt weer, begrijp ik. Ja, dat is waar. Ja, nou, gisteren inderdaad. Maar toen had ik heftige spierpijn van die 35 kilometer. Vandaag loop ik echt een stuk frisser dan gisteren. Dat meen ik serieus. Het gaat echt lekker nu. En ik wil deze positieve feit vasthouden. Dus als je me mee zou willen helpen, loop ik vandaag misschien wel iets meer dan 10 kilometer. Nou, het spijt me om te zeggen, Bert, maar het ziet er niet uit als je loopt. Ik heb echt een mailtje gehad van mensen die echt zoiets hadden van, oh god. Die jou, strompelen is, slenteren, ja. Maar ik denk dat het goed is. Ik denk dat er niks beter is dan leedvermaak. En dat veel mensen die jou dan zien denken, oh, zo slecht gaat het nog niet met mij. Gaat het lekker, hè? Waar ben je nu? Ben je al echt bij de start geweest, begrijp ik? Ja, ik ben bij de start geweest. Ik ben al achtergekomen dat de tweede groep om 17:15 pas vertrekt. Dus ik loop voor op een hele grote stoet mensen. Althans, voor. Er wordt straks wel weer ingehaald natuurlijk. Maar het gaat vanaf echt lekker, joh. Mijn tempo is nu 1-2. 12 kilometer. Ja, 12 denk ik tot aan jou, maar jij staat verder dan gisteren inderdaad. Ja, ik sta vandaag na 42 kilometer sta ik. Dus ik neem aan... Nee, ja. Serieus? Ja, serieus. Dus jij mag eventjes, Bert. Ja, ben ik. Ik zie je zo, jongen. Oké, man. Loop lekker door, hè. Ja, ik moet het. Goedemorgen. Van dingen die dan toch daar zijn. Zoals nieuws over de Vierdaagse natuurlijk. 1784 wandelaars die zijn na gisteren dan toch ermee gekapt. Tweede dag van wiegen. Dat moet je ook maar echt even trekken. De ervaring leert wel dat als je helemaal aan dag 3 begonnen bent, dat die gewoon wel lekker gaat. Dan ga je hem afmaken, hoe heftig die ook is. Ik zei het al, vandaag de dag dus van de zeven heuvelen. En de vierdaagse lopers hebben gisteren het dringende advies gekregen meer te drinken. Doen ze dat niet, dan krijgen ze echt uitdrogingsverschijnselen. Flauwvallen of misschien allemaal nog wel erger. Ja, zeg maar datgene dat we een paar jaar geleden hadden. Na dag 1. Maar ja, toen was het ook echt wel heel erg perfect. Ik neem aan dat je meegekregen hebt een beetje de hype van gisteren. De Britse militair die dan griep zou hebben. En was het Mexicaanse griep? Nee. Het was de griep zonder naam, zeg maar. Niks meer aan de hand. Overigens is er dan wel een andere militair en die heeft dan wel weer griep. Dat is een Nederlandse militair. Maar die komt dan... Oh, kut. Ik dacht, ik wil zeggen waar die vandaan kwam, maar dan moet ik even scherp zijn. Goedemorgen. Die komt dan uit Afghanistan. Kwart over 6. Wachtwoord is dus Kenny. In gestraald water daar te halen. De eerste kwestie. Ik zou Kenny je tegen die meneer roepen. Makkelijk. Ik vind het zelf echt een cool flesje. Er staat dan begin de dag met een dansje op en nou ja, het smaakt dan toch een gelijk een stuk betere fout nog. Het is geen cola, maar 17:15. Untouched. De Veronica's. Giel, 3FM. Serious Radio. Het is een meeneemtoilet. Een meeneemtoilet. En waarom doe je dat eigenlijk? Nou, wij doen onderzoek bij de wandelaars of ze voldoende drinken. Ik hoorde daar net ook al even wat over. Ja. Dat doen ze niet namelijk? Dat doen ze niet. Nee, dat klopt. Want dat hebben wij de eerste dag met name gezien dat mensen veel afvielen. 2 tot 3 kilo. En dat betekent dat ze te weinig drinken. Maar het kan ook zijn dat mensen dat juist wel aantrekkelijk vinden aan de vierdaagse. Dat ze denken, nou, val nog even af.
Ja, dat klinkt aantrekkelijk, maar uiteindelijk bekoop je dat. Want je wordt er niet lekker van en je gaat flauw vallen en je krijgt allerlei klachten. En dan val je echt af, maar dan val je uit meer eigenlijk. Dan val je meer uit, ja. Nee, oké. Okay. Maar je hebt er toch eentje meegenomen? Ja, ik heb een mannenmodelletje en een vrouwenmodelletje voor je meegenomen. Klein. Of moet je hem opblazen of zo? Nee, je moet hem uitpakken. Oh, dit is een plasticje namelijk. Het is echt gewoon alsof er een regenpak in zit of zo. Ja, daar lijkt het een beetje op. En even kijken. Kijk, dit is het mannenmodel. Oh, het is echt een soort vuilniszakje-achtig iets. Maar dan in slurrenvorm zou ik maar zeggen. En echt klein. Het is een heel groot condoom, zo zou je het ook kunnen noemen. En hier onderin zitten die korreltjes, begrijp ik? Daar zitten die korrels. En dus zo gauw je erin plast, dan absorbeert dat de urine. En dan lekt het niet meer, dan ruikt het niet meer. Oké, okay. Maar het is niet iets wat je zeg maar al lopend eventjes doet het of zo. Het is wel een soort handeling die je even moet verrichten. Ja. Want ik snap, het wordt een beetje plastisch, Marien. Maar ik snap, ik moet hem gewoon hierin stoppen. Ja. En dan gaan plassen. Ja. Jezus. Nou, ik kan nu hele slechte dingen zeggen. Als ik weet niet of het allemaal past. Maar dat zal me wel lukken. Maar... En dan heb ik hier onderin... Nee, ik ga het straks doen. Ik moet nog even heel veel cola drinken dan. Want ik wil wel gaan plassen. Want dan is onderin hier, wordt het hard. Ja. Jongens, dat is Kenny. Oké. Okay. Kenny, ja hoor, daar kan je... Kijk, dat het modelletje is een auto. Dat is voor de mannen. Ja? Oh, het is een auto. Nou, zie ik het. Met leuk, in de vorm van een automodel. En dit is het vrouwenmodel, dat is het vijgenblad. Het is ook anatomisch iets anders. Maar, ik bedoel, met alle respect, Maria, ik heb er weinig verstand van, want het gaat hier om het vrouwenlichaam. Maar heb je dan nog iets van een tuitje of zo? Want dit gaat niet goed. Nou, dit gaat wel goed, want we hebben nu onze wandelaars, we hebben 100 wandelaars die dit elke dag een aantal keren gebruiken. En die hebben geen klachten? Ze zijn er erg enthousiast over. Je ziet ze niet lopen met een natte plek op hun broek. Nee, van de regen misschien, maar niet van het meeneemtoilet. Nee, oké. Okay. En jij neemt dit zakje dan naderhand in beslag? Ja, wij staan op elk 5 kilometer punt nemen wij die zakjes weer in. Dan wegen we ze. Godverdamme. En weten we precies hoeveel ze geplast hebben. Ja. Leuk zeg. Ja. Nou, ik ga even heel veel cola drinken. Dat doe ik anders nooit. Maar ja, nu moet het, weet je wel. Dat is voor het experiment dan. Oh, nieuwe muziek op de radio. Dit is zo te gek, jongen. Dit komt uit Nederland, hè. Zijn naam is Waylon. En ik zeg er ook maar even bij dat het nieuwe muziek is. Want het zou ook gewoon jaren oud kunnen zijn. Het is zo te gek. Ah, wat stunning dit. Dit is The Wicked Way. There's a song in my head and it's